Je staat er toch wel anders in. Het is niet zo dat ik elke, opsta, elke dag opsta van oh wat ben ik blij. Maar je gaat wel van, van kleinere dingen genieten. En je gaat meer met de dag leven. Dus Carpe Diem is ook mijn, uh, mijn motto. En uh, ja, dingen voor over vijf jaar plannen, dat is heel ver weg. Mijn naam is Art Assenberg. Ik uh, ben 52 jaar. Ik woon in Vlaringen. Ik uh, uh, leef alleen met mijn dochter, Joy, 15 jaar. En ik heb een partner, Esme. En drie weken geleden ben ik geopereerd. En uh, is mijn uh, bovenste linker longkwap weggehaald. Dat houdt in dat ik nog anderhalve long heb. En daar ben ik nu van herstellende. In maart 2015 is mijn uh, darmtumor uh, ontdekt. Daar heb ik, uh, eind 2015 ben ik daaraan geopereerd: een zogenaamde rectumamputatie. Dat houdt in dat er mijn sluitspier is verwijderd, een stuk van mijn dikke darm. En daarom heb ik nu een definitieve stoma. Want in principe ging dat allemaal goed. En een jaar geleden is er, zijn de uitzaaiingen geconstateerd op mijn long. Die zijn toen de tijd met bestralingen verdwenen, dachten we. Alleen in oktober van afgelopen jaar zijn er weer plekjes geconstateerd. Op bijna dezelfde plek als waar het zat. En dan kan het niet meer verwijderd worden door middel van, van bestralingen. En is mijn, ja, moest het eruit. Dus het is operatief verwijderd. Dan staat je wereld op zijn kop, natuurlijk. En mijn, mijn ex-vrouw was er toen nog bij. En ja, dan schrik je uit later. En je hoort natuurlijk van allerlei, er komt allerlei informatie voorbij. Maar dat gaat allemaal langs je heen. Want ja, je denkt kanker is doodgaan. In eerste instantie. En dat blijkt dan niet zo te zijn. Maar ja, de hele wereld staat op z'n kop. En niet alleen bij mij, maar natuurlijk ook bij mijn vrouw, bij mijn dochtertje, mijn moeder, zus. Vrienden, alles eromheen. En ja, dat is schrikken. Uh, mijn dochtertje Joy, toen ze twee was, had ze een, een tumor in haar hoofd. Er was een bult tussen de ogen en de oor. Nou, de dokter, de dokter gaf aan dat het geen vocht en vet was. Dus we werden door. <coughs> Sorry. We werden doorverwezen naar het ziekenhuis. En toen kwamen we binnen noodhang in aanraking met een oncoloog. Nou, toen was het helemaal oncoloog, kanker, doodgaan. Dochtertje van twee, kan niet, maar. Kom je toch in dat wereldje terecht. En gelukkig was het al snel duidelijk dat het een tumor was die goed te behandelen was. Toen de tijd. En dat is dus ook gebleken, want Joy heeft alleen maar uh, uh, chemokuren, Of niet alleen maar, ze heeft chemokuren gehad. En prednison, maar verder geen bestraling en dergelijke. En dat was al snel, uh, was, dat, uh, was dat weg. Weet je, het, het is. Hoe kom ik aan? Het is uh, genetisch bepaald. En. Ik vind het ook lastig om te zeggen dat ik de strijd gewonnen heb nu. Ik zie het niet als een strijd, het is, het is een loterij. Ik heb nu geluk gehad dat ik twee keer ben ik er afgekomen met een, met een operatie. En het is niet zo dat, dat uh, doordat ik gestreden heb of dat ik een goede conditie heb, of dat ik er positief in sta over het algemeen. Tuurlijk helpt dat wel, maar voor hetzelfde valt het dubbeltje net de andere kant op. Ja, dat je steeds weer, uh, zelfs in mijn gezinnetje, we waren met z'n drieën, en dat er dan twee kanker hebben, ja, dat, dat hoort niet. Maar dat is wel uh, <coughs> de realiteit. Dus het is een kwestie van uh, geluk hebben. En blij zijn met wat je hebt. Nou, uh, wat, ik, wat ik al een paar keer heb ge, ge, gepredikt, als ik het zo kan zeggen, tijdens een van die spinningactiviteiten. Kanker heb je niet alleen. En dat, dat, dat is al vanaf het begin af gebleken. En, uh, ik schrijf ook blog. Ik ben er heel open over. Uh, ook over het stoma-verhaal. Ik heb, krijg te horen dat ik een soort uh, stoma uh, uit de taboe-sfeer heb gehaald. Maar om nou te zeggen dat daardoor mijn, mijn relatie verbroken is, is, dat is het niet. Maar ja, dat gaat een beetje te ver om dat hier uh, op te weten. Maar, wat wel heel belangrijk is wat ik zeg: uh, kanker heb je niet alleen. Ik haal heel veel steun uit de mensen om me heen. En uh, ja, dat, dat, dat doet me goed. Ja, mijn toekomst zie ik uh, rooskleurig in. Ik heb sinds kort een, een nieuwe vriendin. Is mee, ook verpleegkundige. Dus komt mooi uit. En ze kan het gelukkig goed vinden met Joy, mijn dochter. En al mijn vrienden en familie eromheen. En ja, uh, voorlopig staan er veel vakanties op de planning. Allemaal leuke dingen op de planning. Dat gaan we doen en daar gaan we van genieten. En we gaan uh, samen honderd worden.